Ik ben Chris Moren, ik ben longarts en we hebben een onderzoek gedaan waarmee we mensen wilden laten omgaan met kortademigheid. Dat is iets wat we vaak zien bij COPD en dat is een heel groot probleem. Wat we hebben gedaan is een training maken voor mensen. Die training noemden we ademen, denken, doen. We zeiden eigenlijk in die training, benauwdheid heeft meerdere kanten. Het heeft te maken met hoe je ademt, maar het heeft soms ook te maken met wat je denkt. En soms heeft het ook te maken met hoeveel je je nog beweegt. Ja, dus ik zal je een beetje een idee proberen te geven hoe ademen, denken, doen eruit ziet voor een patiënt. Dat was een korte training, die deden we op de poli. En wat we met mensen deden, als je het hebt over denken, is aan mensen vragen, wat heb je voor gedachten bij benauwdheid? Mensen zeiden bijvoorbeeld vaak, ik ben bang dat ik stik. Wat we aan mensen uitleggen, is dat dat helemaal niet zo is. Die luchtpijp gaat echt niet zomaar dicht zitten. Er gaat altijd lucht heen en weer. Maar als mensen die angstige gedachten hadden, gingen ze vaak ook verkeerd ademen. Veel te snel, veel te hoog. En bij COPD is dat niet goed. Want als je te veel inademt en te weinig uit, blaas je jezelf helemaal op. Dus we trainen mensen om minder in te ademen, meer uit te ademen. Bijvoorbeeld door een rechthoek te zoeken in de kamer, je tv of je deur. En terwijl je inademt, kijk je langs de korte kant. Terwijl je uitademt, kijk je langs de lange kant. Als je dat doet, dan dwing je jezelf om die uitademing lekker lang te maken. Dan maak je de longen leeg, heb je weer ruimte voor de nieuwe ademhaling. En doen, als mensen bang worden van die benauwdheid, op een gegeven moment zit ze alleen nog maar op de stoel. En wat we aan mensen leerden, is dat als je helemaal niet meer beweegt, en je gaat dan wel bewegen, dan wordt het nog veel erger. Dus zo heb je eigenlijk allemaal vicieuze cirkels. En bij deze training probeerden we die een beetje uit elkaar te trekken. Ook gaven mensen bijvoorbeeld een handventilator. Klinkt een beetje gek, maar we weten dat als je een handventilator langs je gezicht heen en weer beweegt, als je benauwd bent, dat die luchtstroom maakt dat je minder benauwd bent. En op die manier wilden we mensen wat dingen in handen geven, zodat ze zelf wat beter met die benauwdheid om kunnen gaan, zonder dat je meteen aan de medicijnen moet. De training is goed gelukt, mensen waren tevreden, wij ook. Het was leuk om te geven. En we gaan nu kijken of we het in andere Nederlandse ziekenhuizen ook kunnen gaan doen. Dankjewel.